CDA, zoals in de raadscommissie ook al aangekondigd, een amendement in om de naam van dit bestemmingsplan te wijzigen naar mevrouw Kuipers-Rietbergpark. Niet omdat de naam vernieuwend, hip of multicultureel is, maar wel omdat het een naam is van de bekendste Winterswijkse verzetstrijdster. Een naam die we niet mogen vergeten en die zo vaak mogelijk moet worden genoemd. Een naam met een landelijke uitstraling. Een naam die uniek is in Nederland en altijd de verwijzing zal zijn naar Winterswijk. En vast ook voor de PvdA niet onbelangrijk, het is een naam van een vrouw, zoals zij verzocht in een raadsvergadering eerder dit jaar. Uiteindelijk gaat het niet alleen om de naam van het bestemmingsplan. Ook het toekomstige park dat tegenover het raadhuis komt te liggen krijgt, wat het CDA betreft, deze naam. De bedoeling is dat het een levendig park zal worden, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook hierdoor houden we de naam van mevrouw Kuipers-Rietberg makkelijk levend. Omdat het geven van een naam aan een straat, plein of park een bevoegdheid is van het college, dienen wij een motie in die het college oproept het park mevrouw Kuipers-Rietbergpark te geven. Toen het CDA eerst in de commissie ook al sprak van mevrouw Kuipers-Rietbergpark, was eigenlijk de eerste ingeving van ja, van mij en mijn fractie, dat is logisch. Maar later kwam er wat over aan het nadenken en toen sloeg de twijfel toe. En het onderwerp, en dat kunt u ook aan de media-indingen zien, kwam ook ter tafel in het overleg van de coalitiepartijen. En onze conclusie was, voorzitter, dat de naam toch niet helemaal recht doet aan de omgeving waarover wij spreken. Ten eerste heet de plek waar wij hier nu zitten te vergaderen natuurlijk al Kuipers-Rietbrechtplein. Maar het standbeeld van verzetsleidster Tante Riek, door prinses Wilhelmina onthuld in 1952, is natuurlijk niet meer de enige markante plek in deze omgeving. In 2000 kwam er een monument bij voor alle vermoorde Joodse inwoners van ons dorp. En eens per jaar herdenken wij deze en alle andere slachtoffers van moorddadige regimes. Daarnaast is het gemeentehuis op deze plek gereed gekomen vlak voor de oorlog, ons lokale huis van de democratie, waar bovendien ook getrouwd wordt. Getrouwd tussen verliefde Winterswijkers van verschillende en dezelfde seksen en verschillende herkomst. Al deze dingen, inclusief natuurlijk het beeld van Tante Riek, hebben één ding gemeen. Dat is herdenken, vieren en stilstaan bij de waarde van vrijheid voor iedereen. Ongeacht afkomst, geloof, huidskleur, seksen en andere criteria. Dit is de plek die verbonden is met het gegeven dat in een democratie iedereen moet kunnen zijn wie hij wil zijn, zonder dat dit gevaar mag opleveren. En dat vrijheidsgevoel, voorzitter, past ook bij het karakter van flaneren in een klein dorpspark op een mooie zonnige dag. Vrijheid. Als het aan het PvdA en de mede-indieners ligt, zouden wij dus de werktitel van ons nieuwe park, werktitel zeg ik ook nadrukkelijk, vandaar het amendement, op deze gedenkwaardige plek willen omdopen naar Vrijheidspark. Diegene heeft mede ingediend. Gaat het nu om een smaakkwestie? Want ik snap heel goed dat de Partij van de Arbeid, WB, VVD, GroenLinks en voor Winterswijk aangeven dat we willen vooral aan de werktitel dat nu wordt aangedaan. Hè? Dus het is nog niet de definitieve beslissing. Uiteindelijk is de straatnamencommissie, willen wij die bevoegdheid geven om met een voorstel te komen. Maar goed, als ik de naam krijg officieel Marloes en mijn moeder zegt van we gaan haar wel Loes noemen tot die tijd dat we haar officiële naam gaan gebruiken. Nou, dan gebruikt niemand Marloes meer, Marloes. Dus ik vraag me af wat dat effect dan is. Dus eigenlijk een vraag aan alle partijen, gaan we hier nu een discussie voeren om de smaak, wat we allemaal het mooiste vinden? Want ik denk dat dat niet aan de raad is op dit moment. Ook in deze tijd waarin de vrijheid in heel veel landen nog steeds onder druk is en wij misschien toch in relatieve vrijheid leven, is het juist belangrijk om dat toch nog eens een keer te benadrukken. Want vrijheid is en blijft belangrijk en dat moeten we aandacht voor blijven vragen. Voorzitter, dat de heer Faber. Dat stel ik ook absoluut niet ter discussie. Ik zei ook, ik vind het heel sympathiek, die redenatie daarachter vind ik wel sympathiek. Maar ik vind het niet uniek voor Winterswijk. Ik vind het niet helemaal recht aan het unieke karakter van het plein van Winterswijk. Een vrijheidspark kan je in elke plaats vinden. En mevrouw Kuipers-Rietbergplein kan je alleen in Winterswijk vinden. Nou ja, voorzitter, als ik daar nog één keer op mag reageren. Er zijn natuurlijk heel veel straatnamen en pleinnamen, ook in Winterswijk, die in andere plaatsen ook voorkomen. Dus in die zin is er niks unieks aan de straatnaam. Het is al het Kuipers-Rietbergplein, dus in die zin is dat al heel uniek. Het is ook de naam van een gebied, er zit ook niet een adressenbestand aangekoppeld of iets dergelijks. Dus het gaat ook veel meer in van welke symboliek geef je eraan. En dan is natuurlijk is het monument is belangrijk, maar als je iets breder kijkt, dan denk ik dat Vrijheidspark iets meer recht doet aan wat we ermee willen bedoelen.
ja, of dit nou allemaal deze discussie zo nou nodig is, kunnen we niet gewoon voorstellen dat we dan maar als werknaam maken Kuipers, Rietbrecht, Vrijheidsplein, iedereen blij. En daarna het overlaten aan de straatnamencommissie, die komt met een voorstel en dan kunnen we er naar kijken. Dan de naamgeving. Ja, Vrijheidsplein, naast het mevrouw Kuipers Rietbergplein. Mevrouw Kuipers Rietberg, ja, onze verzetsheldin, die zal dan niks mooier vinden als dat ze een vrijheidspark na zich krijgt. Zij heeft natuurlijk ook gevochten voor die vrijheid. En vrijheid is van iedereen. Vrijheid is van alle volkeren. Vrijheid van leven, vrijheid van doen, vrijheid van trouwen, noem maar op. Ook vrijheid van kunst en vrijheid van het woord. Want ook de vrijheid van het woord, ja, dat kunnen we dichtbij meemaken. Die wordt vaak heel gauw ingeperkt. Ook in ons Winterswijk kan dat aan de orde zijn. Als u als raad de naam van de werktitel wil aanpassen, dan vinden wij dat op zich prima. Ik deel wel de mening van mevrouw ten Dolle, dat als je nu de naam mevrouw Kuiper-Rietberg vaststelt, dat waarschijnlijk ook de naam van het park zal worden. Maar dat besluit laten wij over aan de raad. Dan de motie ook om inderdaad het park al een naam te gaan geven. U zegt dat het laat ik over een raad. Nou, dat is ook prima, maar ik had de vraag gesteld of het college de straatnamencommissie zou kunnen verzoeken eventueel. Daar kom ik zo op terug in mijn beantwoording. Want de straatnamencommissie, dat is inderdaad ook onze suggestie. Maar dat gaat dan niet zozeer over de werktitel van het plan. Maar inderdaad, kijk, we begrijpen dat heel veel mensen in Winterswijk graag een historische naam willen voor het park. Die mening delen wij. Maar voor mevrouw Kuipers-Rietberg is misschien wat te zeggen. Maar voor het Vrijheidspark zeker ook. Omdat er veel meer dan alleen mevrouw Kuipers-Rietberg is rondom het raadhuis in het nieuwe park. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het Joodse monument, maar ook aan het nieuwe monument wat er gaat komen. Dus wij vinden het goed dat die straatnamencommissie daarna gaat kijken. Wij laten ons graag door de commissie adviseren en wij zullen daarna als college een besluit nemen over de naam van het nieuwe park. We gaan tot besluitvorming. Breng als eerste in stemming het amendement van het CDA vaststelling bestemming van het Eucalyptapark. De wijziging mevrouw Kuipers-Rietberg gepakt. Maar het voorstanders van dit... Voorzitter. Mevrouw ten Lolle. Ik zou haar een stemverklaring willen afleggen. Dat kan natuurlijk. Mevrouw ten Lolle. Dat geldt zowel voor dit amendement als het volgende in de motie. Het is niet zozeer dat wij tegen de namen zijn die zijn voorgesteld als D66-fractie, maar meer de gang van zaken dat wij daarom ook tegen beide amendementen en de motie zullen stemmen, omdat het nu om een smaakkwestie gaat en wij praten hier liever op inhoud. Dus niet het geval, dan breng ik het amendement... Mevrouw Kuipers-Rietberg Park stemmen. Mag ik voorstanders van het amendement zien? Dat is de fractie van het CDA en 7 voor, 13 tegen. Amendement is verworpen. Gaan we door naar het volgende amendement. Het amendement van de Partij van de Arbeid, WB, VVD, GroenLinks en Voor Winterswijk over het Vrijheidspark. Mag ik voorstanders van het amendement zien? Mag ik? Ik wil graag een stemverklaring afleggen. Dat ik tegen het Vrijheidspark ga stemmen. En eigenlijk hetzelfde wat mevrouw ten Dolle eigenlijk zegt. Niet zozeer dat ik nou tegen een Vrijheidspark aan zich ben, die naam. Maar omdat ik vind dat er een betere naam is die recht doet. Dank u wel. Mag ik voorstanders van het amendement zien? 12 voor, 8 tegen. Amendement is aangenomen. Gaan we door naar de motie van het CDA het parknaam mevrouw Kuipers-Rietberg park geven. Mag ik voorstanders van de motie zien? Zeven voor, 13 tegen. De motie is verworpen. Gaan we daarmee door naar het voorstel zelf. Mag ik voorstanders van het bestemmingsplan Eucalyptapark zien? Voorstanders, dat is de hele raad. Voorstel is aanvaard.